Volgens de klimaatmonitor van het Nederlandse ministerie heeft Schiedam zo'n beetje het minste aantal geregistreerde zonnepanelen van Nederland. En daar bent u vast niet blij mee. Heeft u geen idee wat daarvan de oorzaak is? Nee, ik ben daar inderdaad niet heel blij mee. Maar ik weet ook dat Schiedam ook wel een samenstelling heeft die het ook lastiger maakt om heel goed te scoren. Je ziet dat goede gemeentes, die hebben vaak veel meer vrijstaande huizen, makkelijke daken, weinig hoogbouw. Betere sociaal-economische omstandigheden, want sommige Schiedammers hebben gewoon niet zoveel te besteden. Dus dat zijn allemaal factoren die meewegen, waardoor Schiedam inderdaad niet heel hoog scoort. Maar dat neemt niet weg dat we heel hard aan werken om steeds hoger te gaan scoren. Moet er een tandje bij om de klimaatdoelen te halen? Er moet altijd een tandje bij om de klimaatdoelen te halen. We zijn ook heel erg veel aan het doen. Hè. Je ziet ook wel dat, ondanks dat het percentage nog steeds, wat mij betreft, ook hoger had gemogen, dat er wel een hele grote stijging is ten opzichte van de jaren daarvoor. Dus we gaan echt de goede kant op. En er zijn nog heel veel tandjes te zetten. Een paar leuke voorbeelden zijn bijvoorbeeld dat zowel Comkids als Irado bezig zijn om zonnepanelen te faciliteren voor hun werknemers. Dus die krijgen dat dan via een salaris krijgen ze hun zonnepanelen gefinancierd. En waar we ook mee bezig zijn is om ons eigen maatschappelijk vastgoed te verbeteren. En daarover gaat binnen een paar weken mijn collega Marcel Bregman met een leuk nieuwtje komen. Dus er komen zeer waarschijnlijk zonnepanelen op gemeentelijk vastgoed? Dat sluit ik zeker niet uit. Een subsidie voor bedrijven en particulieren, is dat ook misschien een idee? Nou, we hebben als gemeente bijvoorbeeld een collectieve inkoopactie elk jaar. En daar kunnen particulieren hun eigen zonnepanelen regelen. Kijk, en echt financieren, voorfinancieren, dat vind ik wel goed. Want niet iedereen heeft zomaar een paar duizend euro op de plank liggen. Maar zonnepanelen zijn natuurlijk gewoon een hele wijze investering die zichzelf terugverdienen. Dus dat hoeven we echt niet te subsidiëren. Maar het faciliteren, daar zijn we zeker voor. En een wethouder moet natuurlijk het goede voorbeeld geven. Heeft u zelf zonnepanelen op uw dak liggen? Uiteraard zou ik bijna zeggen. Ja, ik heb zonnepanelen.